Kom maar liggen, we liggen net, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons, laat je maar buiten staan. En we zingen en we zingen en we zijn zo blij, want we zijn geen Spanje kinderen. Thank you.
Wauw. Spectaculair. Wauw. Ik heb vandaag nog niet zo'n mooie Piet gezien. Ben je voor het eerst hier, dan ben je al bekend. Stooi met wat zo, goede wakker kinderen blij. Ik ben Piet en wie ben jij? Allemaal even door de knieën, Annie. Allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor de eerst hier, dan ben je al bekend. Heb je cadeautjes, dan ben je mama.
Piet, wat doe je nu? Gaat op de kop. Nee, de boos gaat niet op de kop. Zo. Dus jullie liggen de hele dag op de kop? Ja. Oh, we hebben op de kop zwarte pieten. Dat ja. is het, jongens. Probleem die zijn, opgelost. Die zijn er niet zoveel, hoor. Die zijn er maar heel... Daar hebben we er maar twee weinig. Van. Dus we hebben geen domme Piet, maar we hebben op de kop zwarte Piet. Ja. Op de kop hangen zwarte pieten. We zetten de hele... Boe, het hele op plein de kop. Op de kop. Ja. Ze zetten het hele dorp op de kop. Het hele dorp op de kop. Ja. Maar ik denk dat er nog wel even een muziekje bij mag. Tommy, je gaat nog even rampen stampen. Goed muziekje. Ik zie steeds meer zwarte pieten komen, dus dan komt Sinterklaas en zo. Deze kennen we wel. Kennen we die? Als je mee kunt zingen, zingen we mee. Hoppa, hoppa. De beat is stel. Ja hoor, dat gaan we allemaal. Wij zijn hier in het leukste dorp van Overijssel. Wat leuk dat jullie hier allemaal zijn, dat dit wat is. We gaan samen even dansen. En Piet heeft jullie meegenomen. Dus Piet, kom maar even naar voren. Dan moet je wel heel hard meezingen. Hoor die klopta kinderen, hoor die klopta kinderen, hoor die klopta zachtjes tegen het raam. Het is een vreemde zeker, die verdwaald is zeker, zal hem gauw eens vragen naar zijn haar. En dan komt ie. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. De burgemeester roepen, want die komt ook, heeft hij gezegd. Dus dat is wel heel gezellig. Is die ook aanwezig? Maar dan moet ik wel doen, gaan we dat zingen wat we zo straks geoefend hebben. En wat we op de boot hebben geoefend en aan de kade hebben geoefend. Dus, en dan komt hopelijk Sinterklaas. En vinden jullie niet dat Sinterklaas wel eens mag komen? Kijk, vind ik ook. En we hebben de burgemeester. Die is er ook, dus dat is heel fijn. Goedemiddag, burgemeester. Fijn dat u er bent. Goedemiddag, burgemeester. Kijk. Burgemeester, deze microfoon is voor u. Hoe vindt u het dat Sinterklaas er weer is? Nou, ik vind het echt geweldig. En ik niet alleen. Er zijn heel veel kinderen en opa's en oma's, ouders. Ik heb heel veel mensen gesproken op de Losval. Maar het was nog wel onzeker, hè? Want het is zulk laag water. Zou de boot wel kunnen aanmeren? Dat was onzeker. Ze hebben de boot gedrukt. Nou, we hebben bijna de boot moeten drukken onderweg. Het ging heel langzaam. Ja, en dan zouden we uiteindelijk de boot hebben gemist. En dat is niet leuk, hè? Nee, de boot willen we niet missen. En helemaal niet met Sinterklaas. Als we nu het liedje doen... Een liedje? Ja. En daarmee kunnen we
als alle kinderen meezingen wat ze geleerd hebben, de burgemeester die zingt ook met ons mee. En dan halen we Sinterklaas naar buiten. Dan komt hij vanzelf. Dan komt Sinterklaas vanzelf. Dat weet ik zeker. De burgemeester mag het van een briefje doen. Ja, die mag het natuurlijk. Die heeft niet meegeoefend op de boot natuurlijk. En niet aan de kade. Misschien heeft hij het daar wel gehoord. Dat kan natuurlijk wel. Zeker, hè? Nou jongens, zullen we beginnen? Meneer van de muziek. Doen we mee met z'n allen. We hebben geoefend. Hallo allemaal. Zo mooi binnengehaald hier in Beijen. Nee, ik bedoel maar Sinterklaas. We hebben heel goed ons best gedaan. En alle kinderen en papa's en mama's, opa's en oma's, burgemeester. Ja, bijna allemaal. Iedereen heeft heel veel geoefend voor u. Precies. Hallo allemaal. Ze doen het allemaal. Hallo Sinterklaas. Wat fijn dat u er bent. We hebben het net gezongen. En u maakt ook alle kinderen blij. En dat kun je ook wel zien. Want er zijn hier heel veel blije kinderen, Sinterklaas. We waren nog even bang dat het met de boot fout zou gaan. En dat hij niet kon aanmeren. Maar gelukkig, het is zoals altijd toch weer goed gegaan hier in Weijen. Blije kinderen, maar ook lieve kinderen. Is het niet waar? Zijn jullie lief? En hebben de kinderen lieve papa's en mama's? Ja! De papa's en mama's mogen ook hun schoen zetten. Dat is wel duidelijk. Ja, dat is altijd goed, hè. Iedereen mag de schoen zetten, burgemeester. Sinterklaas, voordat ik het woord weer teruggeef... er is één iets waar ik wel ongelooflijk nieuwsgierig naar ben. En misschien de kinderen ook wel... Want Sinterklaas, wat zit er nou in die prachtige kist van u? Had u nu echt de indruk dat ik dat nu aan u zou gaan vertellen? Nou, even zo. Ook niet stiekem in uw oor, want ik heb gehoord dat u een kluis in het gemeentehuis heeft. Heb ik een kluis in het gemeentehuis? Ja! Maar dat weet helemaal niemand die daar werkt. Weet iemand waar die kluis is? De kinderen weten het. Wat ligt er in die kluis dan, burgemeester? Wat ligt er in die kluis, kinderen? De ketting! De amsketen, hè? Ja, maar dat is eigenlijk een geheimpje, hè? Dat mag niemand weten. Dus de burgemeester heeft het jullie nu moeilijk gemaakt. Maar ik vertel niet wat er in de kist zit, burgemeester. Dat komt wel goed. Dag. Laten we nog maar langer kijken naar het Sinterklaasjournaal. Misschien dat we het dan een keer horen. Zullen we dat doen? Ja!
Dank u wel, Sinterklaas. Fijn dat u mij weer ontvangen heeft. Ik verheug me er elk jaar weer op. Dank u wel. Nou, Sinterklaas, we zijn ook heel blij dat u er bent. En dat alle Zwarte Pieten er nu zijn. Dat alles goed gegaan is met de boot. Dat alles goed gegaan is met de koets. We gaan natuurlijk nog even lekker wat zingen met elkaar. Meneer van de muziek kan dat heel goed. Er zijn Zwarte Pieten die allemaal al naar beneden toe gaan. Want die willen natuurlijk samen met jullie dansen. En volgens mij heb ik een Zwarte Piet die nog een wedstrijd heeft met de jongens en de meisjes. Ja, dat klopt. We hebben nog een wedstrijd, hè. De jongens en de meiden. Jongens aan die kant, meiden aan die kant. Jongens aan die kant, meiden aan die kant. Zwarte Piet kan klimmen, zeker weten. Want hij heeft op de Pietenschool gezeten. Maar kan niet dansen zoals wij. Van voor naar achter en opzij. Hey beste Piet, ik heb een idee. Als je het kan, doe dan met ons mee. Hey, linkerbeen, rechterbeen, draai maar om de ander heen. Aan de gast, zwaai aan een buiging en de dans is klaar. De jongens gaan beter. Rechterbeen, draai maar om de ander heen. Aan de gast, zwaai aan een buiging en de dans is klaar. Goed zo, jongens. Kom op, meisjes. Dat is goed, maar wie hebben het nou het beste gedaan? De jongens, of de meisjes? De jongens. De meisjes. De meisjes, de meisjes, de meisjes. Ik vond dat ze het beide even goed deden. Oh nee, okay. Oh nee. Echt wel, Piet. Ja. Nee, ze deden allemaal heel goed hun best. Piet, Sinterklaas mag het altijd zeggen, hè? En daar moeten wij altijd naar luisteren. Nou, Sinterklaas heeft altijd gelijk, Piet. Piet? Chloe, ja, ik zie er komen. Durf je via de trap bij de Zwarte Pieten naar boven? Vast wel, hè? Dan komt ze al aan. En ze heeft een hele mooie wens geschreven dat ze heel graag wil zingen met Sinterklaas en de Pieten. Sinterklaas zingen? Ja, Sinterklaas moet deze keer zingen. Dat wil niemand hier dat ik ga zingen. Ja, Sinterklaas kan heel goed zingen. Alleen dat doet hij altijd in de badkamer. Maar dat mogen we altijd niet vertellen. Ja, maar ik heb de badkamer niet bij me, mevrouw. Nee, dat weet ik. Maar dan doen we net alsof dit de badkamer is. Dat vind ik wel een moeilijke. Hier hebben we Chloe. Hi, Chloe. Wat ben je mooi gesminkt op de zijkant. Laat je andere wang eens zien. Sinterklaas, kijk Sinterklaas en Zwarte Piet, volgens mij. Nou, of paard. Geweldig. Sinterklaas en Americo. Wat mooi. Wat mooi. Ja. En wat voor liedje wou jij graag zingen? Sinterklaas Kapoentje. Maar dan moet Sinterklaas dus wel meezingen, hè? Ja, gaan we samen doen. Ik gaan ga we samen doen? Dat doek zitten, kan niemand mij zien. Oh. Daar gaan we. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Allemaal meezingen. Meisje, dank u Sinterklaasje. Nou, prachtig, dankjewel. High five. En dan krijg je van Piet, van Hoofdpiet krijg je nog pepernootjes. Knap van jou. Ik vond het geweldig. Ik ook, vind het helemaal super. Helemaal uit Herkse, geloof ik, hè? Ja. Ja. En dan gaan de meeste Zwarte Pieten zo meteen allemaal naar beneden, tussen alle mensen in. We hebben een aantal spelletjes zo meteen op het plein waar iedereen aan mee kan doen. Dansé doet nog een dansje voor u, wat u altijd zo leuk vindt. Ja, geweldig. Dus dat gaan we ook beneden organiseren. Dus, jongens en meisjes, Sinterklaas komt nu naar jullie beneden. Ja, wacht even. Ik moet nog wel even wat zeggen. Nou, wat wil u zeggen, Sinterklaas? Dat is wat ik elk jaar natuurlijk zeg. Goed. Jullie mogen vanavond allemaal de schoen zetten. En dat mag ook wel wat vaker nog tot 5 december. Alle papa's en mama's hebben dat nu ook gehoord. Ja, daarom zei ik het ook. Ja, die papa's en mama's moeten wel weten dat de schoen gezet wordt. Ja, is goed Sinterklaas. Ja. We zullen het allemaal doen. Piet niet. Oh ja, en de papa's en mama's mogen ook, de burgemeester wil ook graag zijn schoen zetten vanavond. Allemaal je schoen zetten, hè? En een mooi
liedjes zingen erbij, hè? Dus. Ik kom zo naar beneden. Mensen, bedankt voor het geweldige ontvangst hier in Weijen. Welk liedje ga je maken? Wie moet er op de foto? Ja. Gewoon allemaal tegelijk, doe maar. Sinterklaas. Ja. Nou, kom maar. Is het gelukt? Ja. Ja, Sinterklaas. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Sinterklaas. Ja. Waar hebben jullie op de foto? Ik heb nog een Zijn er meer mensen die nog wat anders willen? Ik ga nog even door, man. Kijk. Nog een handje, hallo.